status? Dit is de huidige status. Als we ons gaan opleggen van we gaan niet meer afspreken en we mogen niet meer appen, dan word ik heel erg verdrietig weer. En dan krijg ik weer een soort van stress. Morgen gaan jullie dus mijn huis zien, inderdaad, en ik ook. Nou, ik verwerk altijd dingen in mijn slaap, maar blijkbaar zit ik er meer mee dan ik dacht. Ja, gefeliciteerd, schat. Hier gaat een spiegelkast komen. Die is voor mij best klein. En ja, hier word ik helemaal blij van. Kijk nou. Daar zijn we dan. Heel veel schoonmaakspullen gekocht. Ik vind het dus eigenlijk mooi. Prima toch? Want is dit allemaal vast lekker ingeruimd? Ik dacht dat gaat het wel staan, omdat het helemaal zilver is allemaal. En die tekst die raakte me zo diep dat ik echt in het badkamervloer echt een kwartier 20 minuten zo hard heb gehuild. Wow, wow, hoe heet het normaal? Dit ding spoort niet hoor. Hallo jongens, ik open de vlog even wat later. Heel raar, maar 6:15 kom ik uit bad. 6:15 s'avonds. We gaan nu eten trouwens. Ik ga me even snel aankleden. Maar mijn dag verliep een beetje apart. Omdat ik door die date gisteren ging pas om 6:30 slapen. Toen werd ik eigenlijk heel vroeg 6:30 of zo wakker. Toen heb ik 2 uur op mijn telefoon dingen lopen regelen. Want ik moest vandaag... Vandaag was natuurlijk weer een werkweek. Dus rondom mijn huis kon ik meteen allemaal dingen gaan regelen. Dus daar was ik heel lang mee bezig. Tot 12:30 uiteindelijk. Ook nog even geslapen tussendoor. Dus omdat ik anders veel te kort had geslapen. Dat was allemaal helemaal lekker. Ik ben ook helemaal niet moe of zo. Maar ik krijg nu vrijdag de sleutel van mijn huis om 2 uur met de makelaar en de huidige bewoner. Maar pas maandag wordt het officieel getekend. Want de notaris kon niet eerder. Nou, dat was allemaal geregeld. Dus ik krijg wel de sleutel, maar het is dan officieel maandag pas van mij. Maar ik mag er wel eventjes in. Dus ik ga wel vast het behang er afstomen. En dan gaan ze maandag al stuken. Dus het gaat super snel ineens. En Babbelhap is helaas weer afgezegd, mijn laatste opname. Wat betekent dat ik alleen nog de Babbelhap met Charlotte heb. Super jammer, want ik heb juist het raad nu te pakken. Maar goed, dat komt later misschien wel weer. Die met Christina is net online. Ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen. Ik vind hem heel leuk. En, wat zou ik nog meer zeggen? Sport heb ik dus niet gedaan. Maar ik zat te denken, ja, vorige week heb ik natuurlijk 3 dagen gewerkt. Maandag, dinsdag, woensdag. En donderdag ging ik al naar Zoetermeer. En zondag kwam ik pas thuis, date, alles. Dus ik ben eigenlijk elke dag weg geweest. Dus ik heb vandaag de hele middag... Babbelhap, gezorgd dat het af was en online kon met de beschrijving en alles, maar ook alle snippets voor Instagram en alle promo. Dat is gewoon een hele middag werk eigenlijk. Dus huis, Babbelhap, dat heb ik gedaan. En nu gaan we al eten, is het al avond en ik ga denk ik lekker mijn vlog editen. Ik merk dat ik na zo'n week andere dingen ook super veel zin heb om daar weer aan te werken, want ik vind het heel leuk. En dan, de rest van de week moet ik een beetje gaan kijken hoe ik het ga invullen, maar vanaf vrijdag krijg ik dus de sleutel. Dus, oh mijn god, in plaats van 29 maart zou het dus... Ja, hoorde ik vorige week 1 maart worden. Vorige week hoorde ik dat pas. Nee, ja, 1 maart. En nu dus ineens... Ik weet de datum niet eens, vrijdag, maar... 20 februari of zoiets? 23 februari is echt bizar. Oké, ik ga me even aankleden. Doei! Goedemorgen jongens. Ik zie er moe uit. Ik ben ook een beetje moe. Ik vind toch een beetje alle emoties. Ik ben aan het klaarmaken, wel lekker op tijd. En dan ga ik... Want vanavond ga ik koken. Mijn hoofd. Mijn huid is ook zo slecht. Ik heb hier zo'n gigantische buis. Ik heb hier nog die uitslag. Ik weet niet waar het door komt. Ja, iemand heeft stress, maar ik heb niet meer stress. Ik ga ook weer eventjes die pigmentvlekken aanstippen, want dat heb ik ook al heel lang niet gedaan. Kijk hoe ik eruit zie. Nou ja, ik weet niet, maar ik ga lekker sporten. En misschien wil ik ook wel echt eventjes naar de zonnebank, maar dat ik mijn gezicht weer helemaal insmeer, maar gewoon... Vind ik wel lekker. Vorige keer had ik niet mijn gezicht helemaal ingesmeerd. En ik heb daardoor echt dus vlekken op mijn gezicht gekregen die niet weggaan. Dus dat is heel dom. Dus gewoon lekker factor op mijn gezicht. En dan extra veel hier en dan gewoon voor mijn lichaam. En wat zou ik nog meer doen? Ik moet nog steeds verfkleuren uitzoeken voor mijn huis. Een bank, een bed, dat soort dingen. Er was nog iets wat ik volgens mij wilde doen. Maar ik ben dus echt niet wakker. Ik heb dit op mijn Instagram gezet, maar dit is echt een mega tip. Dit topje zit zo lekker van de Primark. 8 euro met string. Die string is dan alleen te groot helaas. Maar deze doe ik nu onder mijn trui met sporten ook, want ik doe toch geen cardio. Dus dan biedt dit genoeg ondersteuning. Maar het is echt een tip. Het zit zo lekker dat ik het gewoon elke dag aan wil. Ja. En al mijn krullen zijn weg. Het had zo mooi zat zondag. Ik ging trouwens met Nicole naar de Action, want ze had dit. En ja, het is wel niet natuurlijk, dus eigenlijk had ik het niet moeten kopen, maar het kost nog geen euro. En het ruikt super lekker naar verdienen. Het is een soort van lipmasker dupe. Dus hij is wel heel prettig. Dus mocht je niks geven om natuurlijke dingen. Run to Action. Het is echt heel lekker. Het voelt heel lekker op je lippen. En ik had dus dit massage ding gekocht. Ik heb dus heel veel dingen. Ze hadden ook die Kua Sha of zo, die groene jade of zo, stenen. Voor 98 cent. Echt bizar. Dus ik heb er gewoon 3 gekocht. Vind ik ook heel leuk voor in cadeauverpakketjes en zo. Van die pakketjes. Maar deze is heel chill. Die
Het gaat ook van breed naar... Ik had dit voor mijn date dus gedaan. Als je mijn vlog terugziet, dan zie je echt dat ik aan het begin van de dag er echt puffy uitzag. En bij die date was ik helemaal fabulous. Sowieso heb ik aan het eind van de dag altijd wel een strakker gezicht dan nu. Nu ben ik echt puffy. Maar dit is echt een tip. Deze is echt heel goed. Oh, het is geen crisp. Het is de overmonteur. Oh, dan ga ik dus niet zo naar beneden lopen. Dat wou ik doen, maar dan doe ik even mijn trui aan. Maar goed, dit is echt heerlijk. Dit denk ik de fijnste die ik heb. Ja, en ik heb heel veel zin om weer te sporten, want vooral die benen, die beeloefeningen werken echt heel goed. En ik voelde gisteren dat het weer slapper werd, want ik ben natuurlijk sinds donderdag niet meer geweest. Sinds woensdag. Wow, een week denk ik. Bijna. 8, 7, 6 dagen. Ik heb vandaag niet helemaal mijn dag. Ja, ik ben gewoon moe, maar ik ben ook een beetje verdrietig. Ja, mijn vader zegt dan weer dingen over... Want zondag wilde ik dan samen met heel het behang gaan stomen, dat hij ook mijn huisje kan zien en gewoon gezellig. En mijn vader zegt dan weer van ja... Zo laat je elkaar nooit los, moet je niet doen. Dus dat had ik dan weer tegen heel gezegd, maar is het wel handig? Dan zaten we dus van, nou, misschien moeten we het inderdaad niet doen en elkaar dan wel loslaten. En ik merk dat ik daar dan nu heel verdrietig van word. Dat wil ik dan helemaal niet, maar ja. Misschien is contact houden dan wel uitstel van executie. Maar dan denk ik weer, nee, maar we hebben helemaal niet veel contact gehad de afgelopen tijd. Ik heb daar nu toevallig gelogeerd. Maar de weken daarvoor ging het supergoed. Spraken we elkaar best wel weinig en zo, dus... Ik merk als we ons gaan opleggen van we gaan niet meer afspreken en we mogen niet meer appen, dan word ik heel erg verdrietig weer. En dan krijg ik weer een soort van stress. Dus dat is wel een beetje iets waar ik wat mee moet dan ofzo. Ik weet even niet. Maar ik ben vandaag ook gewoon echt moe, merk ik eventjes van alles weer. Raar, want vorige vlog was ik zo vrolijk en dan nu dit weer. Ja, ik lijk wel psycho, maar ben ik niet. Het is gewoon even hectisch allemaal. Ik merk dat het even snel te veel is nu dus. Dus ja, oké. Ik ga nu lekker naar de sportschool. Dan ga ik naar de apotheek. Dan ga ik naar de zonnebank. Waarvan ik net hoor van een monteur dat die gaat stoppen. En dan ga ik boodschappen doen. En dan ga ik gewoon weer naar huis. Maar ja, ik ben gewoon een beetje emo of zo nu. Dus, oké. Zo, gesport, apotheek geweest. Nu lekker de zonnebankie. Echt zin in. Normaal heb ik het pas volgens mij na 5 minuten. Maar nu doe ik het gewoon nu al. Misschien word ik dan echt nul bruin in mijn gezicht, maar ja. Wel lekker mijn lichaam. Veef pasta was 1 per se gratis. Dus ik dacht, ik ga gewoon inslaan, want ik eet heel veel pasta nu. Nu ik weet dat ik er gewoon niet dik van word. En makkelijk. Dus lekker de berging in, vrijdag. Oké, ik ben weer thuis. Ik ga studeren, jongens. Bye bye. Dit is de huidige status. En ik heb het echt al heel lang niet meer gedaan. Oké, het is 5:15 en mijn moeder moet om 6:30 eten, want ze gaat sporten. Dus ik moet nu stoppen. Ik heb 2 foutjes in mijn laatste toets, dat heb ik fout. Wat is de biologische functie van het lachen voor een zuigeling vanaf 2 maanden? Ik dacht dus overlevingsgedrag, want dan vinden je ouders je schattig en gaan ze voor je zorgen. Maar het stond niet in mijn boek, dus ik ging aan het googlen en toen stond er de gezichtsspieren trainen. Dus dan heb ik dat ingevuld, maar dat is fout. Het is dus wel overlevingsgedrag. Dus je moet altijd naar jezelf luisteren. Oké, ik heb 5 toetsen gemaakt. Dus echt heel veel. Maar nu moet ik echt gaan koken. Ik ga weer baked feta pasta maken. Dus dat red ik wel. Voor 5:30. Dus oké, bye. Ik heb er ook nog even lekkere salade bij gemaakt. Met allemaal verschillende soorten tomaten. Dit is nog lekker heerlijke geitenkaas. Wat feta die ook in de oven zit. Heel veel mozzarella. Dit is voor het eerst sinds best wel... Een paar dagen dat ik weer zuipel ga eten trouwens. Ik heb echt geen zuivel meer gegeten omdat ik gewoon buikpijn krijg. Maar ja, nu eventjes wel. Basilicum, olijfolie, zout, peper. Super lekker. Het zit in de oven, dus het is bijna klaar. Dus ik heb een scheurt trouwens. Gewoon op 1 bezoeker zitten. Ja. Good morning. Het is 9:15, ik zit in de auto. Ik ga nu naar de notaris in Weesp. Die ik niet ken hoor, maar notaris die mijn ouders wel kennen. Om een volmacht te tekenen. Dus die heb ik hier. En dat is zodat ik niet helemaal naar het notariskantoor in Os toe hoef. Dat is toch bijna 1,5 uur rijden volgens mij. Maar ik kom van rechts. Ik kom van rechts. Ja. Ja, je ziet er lekker uit, maar je moet wel even normaal auto rijden, Pikkie. Ik heb hier een Van Manen een eierkoek. Meer granen, maar jeetje wat zoet. Maar ik vond het wel weer handig om dit een keer te kopen. Want soms heb je gewoon eventjes geen tijd of geen zin om tijd te maken om te ontbijten. Ik dacht, ja, ik heb gisteren ook gesport, maar laat ik daarna ook maar even sporten. Doe ik daarna even upper body.
Ik heb vorige week zo weinig gesport. Dus daarom ben ik in mijn gymkleding. Maar het kost dus wel voor mij €60 extra. Want anders in Os zou je dat papier gratis krijgen. Want dit is een volmacht, zodat die notaris het volgens mij mag doen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Mijn moeder helpt me overal bij, dus ik weet het niet 100%. Maar dat is het volgens mij. Wow, het smaakt ook echt naar ei. Ja, daarheen rijden is natuurlijk ook best wel duur en kost ook veel tijd. Dus dit was even wat handiger. En maandag om 10:30 gaat die huidige bewoner dus daar naar Os om te tekenen. En het huis dus over te dragen naar mij. En ja, wij hebben dus al moeten betalen. Dat is allemaal al geregeld. Dus heel apart eigenlijk. En dan vrijdag ga ik natuurlijk wel officieel met de makelaar de woning bekijken. En ik weet niet of ik dan nog ook wat moet tekenen. Maar dan vrijdag 3:00 PM. Dan krijg ik de sleutel. En dan is het maandag 10:30 officieel voor mij. Maar ik mag er dus het weekend wel al eventjes in. En ik had allemaal nachtmerries en zo. Gisteren had ik al niet zo lekker geslapen. Tenminste wel goed geslapen, maar ik was gisteren helemaal niet moe trouwens. Maar had ik gedroomd over dingen omdat mijn vader dus ging zeggen over oh, je hebt te veel eisen van mannen. Ging daar heel erg over dromen. En mijn moeder ging zeggen, je moet aan je opleiding. Ging ik daarover dromen. En nu, omdat een soort bouwbedrijven ze allemaal hadden gezegd dat de huidige bewoner van het huis wat ik krijg, dat die dus echt een beetje apart is. Wat ik al vermoedde. Hey, ik zie de moeder van een heel leuk meisje van vroeger. Waar ik juf van was. Ja, er zit blijkbaar gewoon een soort van lekkage, weet je wel. Die er blijkbaar al sinds vorig jaar zomer zat. Waarvan ik niet wist. En hij lost het gewoon niet op. En ze hebben een hond en ze roken. En het stonk er best wel erg. En ja, die bouwman zei ook van het is een chaos en bla bla. Dus toen had ik helemaal zo'n droom dat ik daar aankwam. 5 minuten voor het opgeleverd werd. En dat het helemaal overal bakken Chinees stonden met haren. En smerig en totaal niet netjes voor de oplevering. Had ik helemaal zo'n soort nachtmerrie. Heel raar. Nou, ik verwerk altijd dingen in mijn slaap, maar blijkbaar zit ik er meer mee dan ik dacht. Maar goed, als deze auto een beetje doorrijdt, dan ben ik 3 minuten van tevoren bij mijn afspraak. Dan mogen jullie er maar 30, maar dit vind ik wel heel zacht dat deze auto rijdt. 25. Oké, bye bye. Oké, gefixt. Dat is €60 in 10 minuutjes. En nu ben ik bij de gym. Zo, alweer bijna 2 uur later. Ik kwam mee naar de training gaan. Maar mijn moeder was er ook. En die was met de sportschool. Iemand die de sportschool in gaat overnemen. Echt een hele interessante man. Was ze wat dingen aan het leren en zo. En toen ging ik uiteindelijk ook nog. En oefeningen voor mijn rug gekregen. Supergoed. En nu ga ik even naar de IKEA. Want ja, ik moet even een matras uitzoeken. Dus dan ga ik maar even op matrassen liggen. Hoewel ik het echt lastig vind om dat te kiezen hoor. Ik had vroeger altijd IKEA Hovacht matras. Dat was echt mijn fave. Maar die bestaat niet meer. Hallo! Ik heb een matras besteld en dat helemaal toegevoegd aan mijn huidige bestelling en zo. En er moest nog heel veel besteld worden. Heb ik ook meteen geregeld wat dus nog nageleverd werd. Maar dat wordt nu op 7 maart bezorgd. Dus dan moet ik het even in de badkamer zetten. Want 8 maart wordt het de vloer gedaan. Maar dan komt dus ook mijn matras. Ja, mensen gingen DM'en van nee, ik heb vrouw een honingsnoepje. Je moet geen IKEA matras doen. Maar ik was altijd heel blij met mijn IKEA matras. Dus hij kost €550 voor een 1,80. Ik weet niet welke ik heb. Als je wil weten, stel vraag het even in de comments. Dan zoek ik het voor je op. Maar ik had gevraagd welke de opvolger was van Hovacht. Die heb ik niet gekozen, maar een iets duurdere. Met ook 5 pocketvering. Iets. Ik ben nu bij de Quantum geweest. Bij Woningsrust, bij Gamma, bij Leen Bakker. Sowieso een bank is lastig, want omdat ik een kookeiland wilde. Met 1 barkruk. Kan ik dus maar een bank van 1,70 of zo. En ik wil ook een hoek. Dus dan kom je al snel uit op een 2-zit met poef. Maar ik wil het liefst een hoek. Dus. En ik ga denk ik online gewoon kijken voor een bed. Ik wil een liefst zo'n boxspringachtig qua hoe het eruit ziet. Maar dan wel met een latte bodem en dan opbergruimte. Dan moet je maar net weer kijken of er wel een 1,80 matras precies op past en zo. Dus je moet wel echt een bed hebben die geschikt is voor een los matras en niet een boxspring. Want dan is het vaak fout. Maar goed, bank is wel belangrijk. En bed. Maar ja, ik heb een matras, dus ik kan ook prima even op een matras slapen. Maar het is fijn als het allemaal een beetje af is. Oh, en ik heb allemaal verfkleuren weer gepakt. Ik weet het allemaal niet hoor. Ik denk dat ik misschien voor niet voor groen en paars ga, maar voor paars en beige. Dus ik heb weer allemaal kleurtjes hier. Je mag het gewoon pakken, dus ik heb best wel veel gepakt. Kijk, nu zie ik al dat dit te roze is. Maar soms heb je ook even wat andere kleuren nodig om te zien dat het andere het niet is. Kijk, dit is het eigenlijk allemaal niet. En dit is misschien iets te paars. Maar dit zijn wel allemaal mooie lichte kleurtjes waar ik uit kan kiezen. En dan
Ja, in de winkel dacht ik dat dit het misschien was. Maar als ik het nu zie, denk ik weer nee. Ik wil gewoon die kleur van Ludo en Janine GTST. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Nee, zie je, ik vind het nu weer allemaal niks. Nou ja, eigenlijk moet ik gewoon op zoek gaan naar een voorwerp met de juiste paarse kleur. Want ze hebben dus bij de Gamma No Spon. Ik zie iedere reclame maken hier voor me. Goed, gratis reclame. Kan je dus een voorwerp meenemen? Ze scannen de kleur. En je krijgt gewoon precies die kleur in je verf. Dus dat is geweldig. Maar ik heb ook nog geen voorwerp gevonden met die perfecte paarse kleur. Ik heb dus niks gekocht. Helemaal niks. Nee, ik heb alleen dit voor mijn moeder. Twee van deze meegenomen. En gratis thee, gratis koffie gronken bij de IKEA. Lekker skeer. Hola, een beetje saaie vlog zo, hè? Maar ja. Vakantie, niet heel veel boeiend. Ik heb dus gisteren een matras gekocht, maar dat heb ik volgens mij verteld. Ik heb net een neppe stalen deur besteld. Wel chill. Het is dan, wat kost het? €443,95. Inclusief €60 verzendkosten. Maar ja, ik heb het maar gewoon gedaan. Anders moet ik het ophalen in Wageningen. En het is dan zo'n staal look deur. Weet je wel, zo'n stalen deur met 3 ruiten. Maar van echt staal kost het gewoon €2000. Dit is dus van... Dat is niet eens hout volgens mij, maar van dat geperste karton of zo. Dat is nu heel hip. En dan heb ik 230 hoog, 93 breed, opdek met glas en ook deurbeslag erbij van €85. En ja, ik weet niet wanneer die dan geleverd wordt, maar ik wil het heel graag in de woonkamer. Ja, morgen gaan jullie dus mijn huis zien, oh my god, en ik ook. Het gaat het veel ruimtelijker maken. Sowieso de deuren niet zo mooi, maar ik denk dat ik de rest van de deuren niet ga vervangen. Maar deze dus wel. Dus dit was niet echt prioriteit. Maar ik heb het toch maar gedaan. Ik heb hier dus een hele lijst van al mijn kosten trouwens. Zal ik het gewoon oplezen? Eetapel €1364. En dat is met €150 korting. Wat ik nog moet krijgen. Want ik heb het volledige bedrag betaald. Dus ik weet niet of ze dat nog gaan geven. Gietvloer 3000. Gordijnen. Al €24,66 betaald. Moet nog €740 betalen. Kledingkast €1780. Een ladekast €130. Eettafelbank €400. Een grote bestelling van IKEA met meerdere dingen €3460. Spiegelkast IKEA €269. Stukken €2800. Matras. Dat klopt niet. Matras €1017. Matras €549. Verven. Stukken €2500. Verven €1390. Als ik het uitbesteed. Deur €443. Nou, dan moet ik nog een bed. Lijpen. En een bank en wat soort dingen. Ik heb als ontbijt kikkererwten gewoon uit zo'n blik gegeten met zout. Best wel lekker. Ik krijg wel een beetje opgeblazen buik van. Maar ja, het vult en het heeft eiwitten. Dat is goed. En nu ga ik verder met hoofdstuk 18. Ik heb vorige keer 5 hoofdstukken gedaan. Ik wil gewoon eerst al die toetsen gefixt hebben. Dan heb je zeg maar dat gehaald. En dan kan je het echte examen gaan doen. Dus het is nu 10:50. Hoi, ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Ze is 17 of zo. Ze is super oud. Hoi, ze ging echt zo daar met haar pootje onder de deur van laat me binnen en nu komt ze hier spelen. Cute. Poesie, nou ben je nog een beetje schattig? Ik heb wel bloed. Want ik wist niet dat ze ook van spelen hield, dus nu heb ik bloed. En ik ben al best wel ver, kijk. Dit hoofdstuk vind ik iets minder leuk. Oké, als ontbijt had ik dus kikkererwten en toen ging ik lunch maken. En toen zag ik ineens dat mama een briefje had met erwtensoep. Dat is helemaal vet veel lunch, maar ik heb super veel honger. Dus ik heb er echt zin in. Oh my god, ik heb alles gedaan. Gisteren was ik, waar was ik gisteren? Ik was gisteren echt net bij het tweede boek. En nu heb ik heel boek 2 en heel boek 3 uit. En dus echt, ik zat op 40% en nu op 100. Nu heb ik alles gemaakt en dan mag je de echte examen gaan doen. En daar moet ik ook voor leren hoor, maar... Nu heb je in ieder geval dat je niet hoeft je geld hoeft terug te betalen dat je dit in ieder geval hebt gehaald. Heb je in ieder geval een soort certificaat en dan kan je nog voor je officiële diploma gaan. Ja, ik heb gewoon doorgepikkeld. Het is nu 7:00. Ik ben helemaal verrot. Ik had gevraagd of we 7:00 konden eten. Nou, dat is over 3 minuten. Ik wil dat voor die tijd af hebben. Het is me gelukt. In 2 dagen. Ja. That's me. Zo, kijk. Precies 7:00. Ik had gevraagd of papa dus weer hetzelfde wilde maken als laatst. Dat was echt heel lekker. Dit is een soort gemarineerde wortel en volgens mij een zelfgemaakt sausje. Een soort van tzatziki, ik denk avocado crème, komkommer, kool, oh, knoflooksaus. Ja, ik dacht ik knal even door. Nu heb ik 2 boeken gedaan in 2 dagen. Van de 3. Zit er geen soja in zeker? Nee, dit heb ik besteld. Ik was wel benieuwd. Plantaardig, sojavrij, eiwitrijk, made in Holland. Van tarwegluten.
knolselderij, edelgist, zonnebloemolie. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel lekker is, hoor. Laatst had papa toen van oesterzwammen shawarma gemaakt. Toen zei ik, hey, ik heb nu dit. Wil je dan misschien hier wat mee maken? Dus dan eten we lekker allemaal vegan. Toch vegan? Ja. Zie. Hallo allemaal, het is vrijdag. Het is al wel wat later. 1:15. Ik ga bijna weg. Ik ga stoomapparaat halen bij de karwei. Dan ga ik naar de sportschool. En dan ga ik meteen door naar mijn huis. Om 2:00. Oh. Ik hoef nog niet weg. Oh, het was om 3:00. Oh, top. Dan kan ik nog heel even babbelhappen. Ik moet haar doen. Ik ben zo aan mijn sportkleren. Ik krijg dus om 3:00 de sleutel. En ik ben vast een beetje wat doosjes. Nou ja, doosjes. Ik dacht bijvoorbeeld, oh, mijn messenset kan ik vast aan de binnenkant van de deur plakken. En ja, die vogel, jongens, ik zit boven hoor. Trouwens, ik ging dus mijn haar wassen in bad. En het bad was glad. Dat had ik niet verwacht. Dus ik gleed uit en ik heb echt zo'n enorme pijnlijke plek op mijn been die helemaal paars gaat worden. Aan het worden is al. Maar ja, ik dacht ik kan ook vast glazen in het kastje zetten. Maar ik heb ook even schoonmaakspul gepakt. Vuilniszak. Kan ik echt wel een beetje wat doen. En dus het stomen. Dus ik zal natuurlijk jullie meenemen. En ik heb er heel veel zin in. Dat ik het topje aan wil laten zien. Van de Primark. Heel chill. Ik moet nog even aandoen. Maar ik moest even het labeltje uitknippen. Oké, dan kan ik nu heel even een uurtje babbel editen. Dan even mijn haar feunen. En dan ga ik. Ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Want dan kan ik gewoon mijn huis in. Oh, en ik heb dus het verplichte deel van mijn opleiding gehaald. Ik weet niet of ik dat nou verteld heb. Maar ik heb dus mijn certificaat binnen. Dus nu heb ik het al gehaald. En nu kan je voor je diploma. En dat ga ik natuurlijk ook doen. Moet even kijken wanneer. Oh my god. Oké, alles is gelukt. Ik ga heel even snel een klein beetje make-up op mijn gezicht doen. Ik loop de hele week al zo crappy erbij. Nog 11 minuten. Kimmy zegt ik dacht na het uit toevallig. Ik krijg de schattigste babyfoto's ever doorgestuurd. Niet van Lotte, maar van die andere vriendin. En haar dochter lijkt echt gewoon zo erg op haar. En is zo ontzettend schattig. Ik zei al, deze meid gaat later overal mee wegkomen. Die is zo cute en charismatisch. Dat zie je nu al. Niet normaal. Ja, mijn vriendin ziet er zelf ook best wel schattig uit. Ik ga over 5 minuutjes rijden. Ik denk, is wel lekker. Ik wil eigenlijk ook nog even samenwerking filmen nu. Want ik heb iets heel leuks. Dat kan ik dan in mijn nieuwe huis filmen. Ik heb iets heel leuks gekregen. Dat kan ik zo misschien wel even doen. Ik heb mijn stomer hier. Ik ga vast een doosje meetillen. Mijn vader zei van ja, je moet niet bij de overdracht dan met allemaal spullen aankomen. Maar ik zei ja, iedere keer dat ik omhoog moet lopen, neem ik toch het liefst gewoon wat mee. Want dat scheelt weer elke doos. Als je beseft hoeveel dozen er naar het huis moeten. Ik ga niet te veel meenemen, maar ik wil eigenlijk wel mijn auto gewoon leeg hebben. Dus kijk, zeg maar, volgende week gaan ze stukken. En dan worden er 8 maart gaan ze beginnen met de vloer. En 7 maart of 6 maart worden er al wat dingen van IKEA bezorgd. Maar ze gaan natuurlijk niet de vloer doen in de badkamer en ook niet in de wc. Want ja, ergens is het wel lekker, maar de tegels zijn daar gewoon heel mooi. Dus dat is zonde. Dus dan kan ik de dozen daar zetten. Maar als ik dus nu al te veel dozen erin zet, passen straks die bestellingen er niet meer bij. Maar ik denk dat deze dozen wel kunnen. Denk ik wel. Ja. Badkamer en wc. Ik denk dat ik dat wel kwijt kan. Ik hoop het maar. Want er wordt niet heel veel besteld van IKEA. Je hebt mijn matras. Een spiegelkast voor de badkamer. En dan nog iets van een onderdeel voor mijn keuken. En een onderdeel van mijn kledingkast. Dus dat gaat echt wel lukken hoor. Oh, en mijn deur. Ik had verteld dat ik zo'n nepstalen deur. Ik heb net een berichtje dat die volgende week donderdag al bezorgd wordt. Dus die moet dan ook daar. Maar ik denk dat dat echt wel lukt. Spannend jongens. Het is raar hè. Ik zou eigenlijk pas 29 maart mijn sleutel krijgen. Toen ineens 1 maart. En nu ineens is het nou 23 februari vandaag? Volgens mij wel. En jullie zien dit gewoon al over 6 dagen ook. Jullie zijn zo niet normaal op de hoogte van mijn leven. Ik zat ook te denken van, zal ik het nu op Insta zetten? Ik denk het niet. Want ik denk dat ik dan heel veel DM's krijg met, wat? En dan zag ik altijd, ja, wacht maar de vlogs af. Dus misschien moet ik dan ook een beetje van die nieuwe dingen in mijn leven ook een beetje gewoon. Wel, ik vind het best wel zorgwekkend dat ik sommige woorden niet meer op, dat ik niet meer op sommige woorden kan komen. Gelijk laten lopen met. Niet chronisch.
chronologische volgorde bedoel ik ook niet. Ik wil zeggen chromosoom. Ik weet ook niet wat ik wil zeggen. Nou, in ieder geval dat dit soort dingen dan een beetje tegelijk online komen. Want anders, ja, snapt niemand het. Dan denk ik altijd, als je mijn vlog kijkt, dan snap je het. Maar in mijn vlog heb ik het ook nog niet verteld, want dat is heel last minute gebeurd. Spannend hoor. Ik heb alleen dus wel heel weinig hulp altijd. Mijn ouders zijn ook niet echt voorstanders van klussen. Dus ze zullen wel met iets komen helpen, maar ze zijn ook niet te popelen. En ik heb gewoon niet heel veel vrienden of zo. Dus ja, toen ik met heel samen ging wonen, gingen al zijn vrienden helpen. Maar die gaan mij natuurlijk nu niet helpen. Oké, over 3 minuten is overdracht. Dus ik ga nu rijden. En mijn vader komt ook even, dus dat is fijn. We kunnen ook samen nog even dingen checken. Of alles helemaal in orde is. Dus oké, ik zie jullie straks als ik de sleutel heb. Spannend! Ja, gefeliciteerd, schat. Dat? Ja. Oké, papa is weg. Nu kan ik even zelf landen. Want we zaten nu vooral te kijken naar alles wat er niet goed is. En dat is dan ook niet heel chill. Dus ik zei, hij zei, voelt het? Ik zeg, ja, ik wil eventjes de tijd hebben nu om even zelf te landen, te aarden. En even niet alleen maar naar alle negatieve dingen te kijken, want dat is ook niet fijn. Oké, nou, dit is vanaf nu een beeld dat jullie heel vaak zullen gaan zien. Lekker vol licht. Dus dat is heel fijn. Er komen natuurlijk wel gordijnen. Ik denk dat ik jullie nu, maar ik heb ook toch niet zo'n lange vlog, eventjes gaan meenemen in een hele empty home tour. Zal ik de raam even dicht doen, dan hoor je ook hoe lekker stil het hier is. Maar ze roken best veel. Ja, het is nu vooral dat mijn brein gewoon heel erg ziet hoe vies alles is. Het is wel heel lekker stil. Kijk, de ramen zijn gewoon echt enorm vies. Dus ja, ik had dit zelf wel schoongemaakt als iemand mijn huis ging kopen. Maar goed, dit ga ik allemaal schoonmaken. Maar ik weet niet of dat nou per se nu prio heeft. Bijna alle muren hebben dus renovlies. Toen we het huis kochten, het is echt best wel een prijzig huis in een mooie buurt. Dus we dachten dat we een huis hadden gekocht die helemaal af is. En toen laatst zagen we dat het eigenlijk een beetje tegenviel. Helaas, maar goed. It is what it is. Alles moet er dus afgestoomd worden. Dus daar wil ik straks mee gaan beginnen. En ik ben heel blij dat ik alles volgende week ga laten stukken. Want het is heel erg geel. Dat zien jullie nu niet. Maar kijk, het ziet er gewoon overal helemaal niet zo netjes uit. En dit is echt heel geel. Ja, dat zie je nu niet. Maar het is gewoon geel. Misschien als je het nu zo naast elkaar ziet. Nou, dit is gewoon alle rook die naar de afzuiging toe is getrokken. Zo hé. Dit is dus mijn woonkamer. Hij is niet heel groot. Hier komt straks mijn eettafel, een servieskast. Hier komt nog een keuken, kookeiland. Dus dan kan je misschien wel voorstellen dat ik dus niet veel plek heb voor een bank. Vandaar dat ik dus maar een 1,70 bank neem. En dan, ja, een tv-meubel met een tv. Fijn dat ik niet zo'n schokkerig beeld meer heb. Vloer gaat eruit, hij is prima, maar het is gewoon niet mijn ding. En ja, ik zag dus net dat de oven niet is schoongemaakt. Dat vind ik wel heel jammer. Kijk, dit is wel balen. Maar goed, ja, mijn vader heeft dan meteen iets. Oh nee, dat kan echt niet. En je moet, meteen een nieuwe kopen. Maar het is wel zo schoon te maken. Maar dit is ook een oven niet met een rek. Dit is wel chill. Lades voor ovenschalen en dingetjes. Kijk, dit zou je al kunnen inrichten. Maar ik wil gewoon eerst alles helemaal schoon hebben. En dit, dacht ik, haalt eruit, maar die zit vast. Dus ik moet even kijken hoe ik dit schoon krijg. Kookplaat met 4 pitten. Ja, nu heb ik dus mijn ogen die alle negatieve dingen zien. Dus ik zie nu bijvoorbeeld dit. Dan denk ik, waarom is dit zo lelijk afgewerkt? Maar misschien kan je dat nog kitten. Mijn vader zei als het gestukt is. Kijk, dit is ook renovlies. Dus ik weet niet hoe ik dit er allemaal af ga halen hier. Dat wordt nog best wel lastig. Maar dan moet je hier eigenlijk zo'n spatplaat doen. Een super simpel eigenlijk. 3 kasten. Waar ik lekker veel in kwijt kan. Het is wel zo dat bij de bovenste kan je er niet echt bij. Dus voor dagelijks gebruik zijn dan die onderste plankjes. En ik ben blij dat hier dan een kookeiland komt. Want daar kan ik ook dingen in opbergen. Mocht ik nu een beetje negatief zijn, dat is gewoon eventjes omdat ik nu mijn ogen heb opgezet. Waarbij ik even kijk naar alle dingen die gefixt moeten worden. En nog niet naar het genieten. Maar dat is misschien wel logisch. Ik wil gewoon eerst even goed kijken wat moet er allemaal veranderd worden. Hier heb ik dan mijn vaatwasser. Nou, dat is echt helemaal toppie. Siemens. Hier komen meestal schoonmaakspullen. Dat ga ik ook nog schoonmaken. En dan een koelkast. Die is voor mij best klein. Je zou zeggen, voor 1 persoon is dit gewoon goed. Hij ziet er wel... Ja, hij is gewoon redelijk goed schoongemaakt. Kijk, wat is dit voor grappigs? Ik kan zeggen van, ik probeer het even met deze. Maar ik ken mezelf en ik hou gewoon heel erg ook van hamsteren. Kijk, hier is allemaal ijs en zo. Nou ja, het moet gewoon echt grondig schoongemaakt worden. Maar dat is zoveel gezelliger als je met iemand bent. Als je gewoon even samen met een vriendin of zo bent, dan is het leuk. Lekker muziekje aan, ga je lekker samen schoonmaken. Maar je eentje is gewoon een beetje zo van... Hier is een soort van
lampjes. Nou, het ziet er verder gewoon prima uit. En dan heb ik hier dus een... Je denkt dat het een hele grote ruimte is. Ik weet niet waar dit voor is. Ik denk misschien voor die afzuiging. Dit had hij laten hangen, vind ik prima. Want ik denk dat het me toch niet heel veel uitmaakt wat voor lamp hier hangt. Dus hier zit de lamp. Maar dan moet ik nog even een lampje indraaien. En deze ruimte gaat gewoon vooral heel erg uit naar de warmtepomp. Gewoon allemaal hele grote apparaten. Hieronder kan je nog wel wat kwijt. Kijk, of er moet hier gewoon een hele handige stellingkast komen. Of toch een koelkast, want daar kan je natuurlijk ook heel veel in kwijt. Maar je ziet, zo groot is het niet. En ik... Oh, hier moet nog je wasmachine. Wow, dat lijkt heel smal trouwens. Ik hoop dat elke wasmachine hier past. En dan een droger, maar dan moet je dus even rekening houden met die slang. Ik wil misschien een droger, omdat het natuurlijk niet heel groot is. En je dan je was... Niet heet dat een wasrek in de kamer hebt. Nou, dat is allemaal voor later. Ik heb gewoon een koelkast en alles. En de gietvloer ga ik ook gewoon door laten trekken hier naartoe. Je denkt, oh, heel chill, ruimte voor heel veel spullen. Maar in feite staat hij al redelijk vol. Die deur gaat eruit. En hier komt dan dus die stalen deur. En ik heb gewoon lekker een balkonnetje met mooie ramen. Een hele ruime gang. Eigenlijk heb ik iets van, ik moet hier iets mee doen, want het is zonde van de ruimte. Dus ik dacht eerst, ik ga dan zo'n inbouwkast over de hele wand doen. Maar ik weet niet of dat handig is, want als je dan de deur open doet, kijk, dat gaat niet. Dus, maar het geeft wel een heel lekker ruimtelijk gevoel. De wc is gewoon helemaal netjes. Als het huis niet gestuukt hoeft te worden, zou ik dit gewoon zo laten. Maar omdat ik toch al ga stukken, ga ik de wc ook wel meepakken. Maar je ziet meteen hoe donker het hier is, hè? Kijk, hier is heel veel licht. En hier is het gewoon helemaal donker. Ook omdat hier een soort van sfeerlampje hangt. Die laat ik er voor nu ook maar gewoon in. En hier kan ik wel gewoon een gezellig wc'tje van maken. Maar het is nu gewoon echt heel donker. Tegels zijn super mooi. Maar je ziet het gewoon niet zo goed. Oh, een wc schoonmaakborstel staat er nog. Die ga ik denk ik wel weggooien. Dat vind ik een beetje goor. Maar voor nu misschien nog handig. Dus dat is dan mijn wc. En de badkamer, daar viel ik wel meteen op. Die is gewoon echt heel mooi, maar ook heel donker. Dit is wel heel fijn dat het licht er gewoon nog in zit. Het is dus heel warm licht. Dus ik denk... Ik weet niet of ik het handig vind, want kijk. Je ziet dan jezelf misschien niet heel goed. Het is wel heel sfeervol. Hier gaat een spiegelkast komen, want ik heb gewoon opbergruimte nodig. Hieronder moet een wastafelmeubel met twee van die lades. Maar ik snap de maten nog niet helemaal. Dus dat komt hier nog. Maar kijk, op deze badkamer was ik gewoon meteen... Niet per se verliefd, maar gewoon dat ik meteen dacht... Ja, dit ziet er super mooi uit. Dit hebben ze gewoon 2,5 jaar geleden helemaal zo laten maken. Kijk... Zo'n nisje hier vind ik ook geweldig. Dus dit is gewoon super mooi. Ik weet ook niet of ik hier moet laten stukken. Maandag komen de stucadoors en dan moet ik gewoon even met hun overleggen. Alleen ik hoop dat ze vroeg komen, want ik heb maandag studiedag. En dan hoef ik pas tussen 8:30 en 9:00 op school te zijn. Dat is mazzel. Maar ja, ik moet dan wel op school zijn. Het ruikt hier wel lekker schoon trouwens. En hier kan je wel lekker je handen laten drogen. Dus dit is echt niet heel groot, maar wel super mooi. Kijk, het is echt... Gewoon een hele mooie badkamer. En dit is dus ook de plek waar ik eventjes wat spullen kan stallen. Maar ik bedenk me nu dat als ze hier gaan stukken, ik het inderdaad niet te vol moet zetten. Maar je ziet dus, ja, lekker ruim hier. Maar wat doe je met al deze ruimte? Hier kan wel iets van een kapstok, omdat hier een extra brede ruimte is. Hier kan ik open doen. Ik weet niet of ik ook de mensen kan zien, maar dat is natuurlijk wel heel chill. Dan de plek waar je shoppers kan dumpen. Kijk. Dit ziet er wel heel netjes uit trouwens. Ja, wat ik zeg, ik had net gewoon even mijn negatieve bril op. Wow, dit is echt een mooie kleur. Ik hoop dus niet dat dat negatieve verwend overkomt, maar ja, je zit dan in zo'n inspectiemodus. En dan moet je gewoon heel erg letten op wat er niet goed is, weet je wel. En dan ga je ineens alles zien. Terwijl, ik mag echt heel blij zijn met dit. Kijk hoe prachtig het is. Kijk hoe ruim het lijkt als je hier ook staat. Die gang is zo ontzettend ruim. Ik denk, als daar een glazen deur zit, gaat het zoveel ruimtelijker ogen. Echt wauw. En je hoort super erg een echo, maar ik vind het nog meevallen voor een huis dat leeg staat. Nou, de meterkast ziet er helemaal netjes uit. Die deuren, ik heb op zich bij de extra van die zwarte handvatten gekocht, maar... Dat is dus alleen het handvat, super dom, en niet dat ding eromheen. Ergens zou ik dit gewoon kunnen laten zitten, maar je ziet... Ja, ik weet niet of jullie het zien, maar je ziet allemaal vlekken. Je ziet de naden, want dit is renovlies met verf. Dus ik ga dit ook gewoon lekker helemaal mooi maken. Maar... Snap je dat ik iets met deze muur wil? Ik zit nu te denken dat ik misschien iets van plankjes of zo kan ophangen. Dat je wel iets... Kijk, in Zoetermeer hebben we natuurlijk ook zo'n gang. En hadden we spiegeltjes en leuke dingetjes. Maar misschien ook iets qua praktisch.
Ik weet niet. Desnoods helemaal bovenin een lange kast of zo waar je spullen kan bergen. Ik heb het gevoel dat ik er iets mee moet doen. Dit ziet er niet mooi uit, maar gelukkig wordt het lekker gestuukt. Mijn deur ziet er gewoon helemaal mooi uit. Geen ringdeurbel of zo, maar ja, logisch. Je weet al wie er komt, want je hebt natuurlijk al een bel. Kijk, dit is gewoon echt... Oh, ik ben nu alweer helemaal blij. Aha, kijk. Nou, het is gewoon prima wat eronder zit. Kijk, dit kan je er dus... Zie je? Het is niet handig om het er zo af te trekken, want dan kan het beschadigen. Dus dat ga ik allemaal lekker stomen. En dit is dan mijn slaapkamer. Het is lekker 2,36 hoog, dus dat is ook wel fijn. Ze hebben zo'n gordijn even laten hangen, want mijn komen pas 1 mei. Maar kijk, dit was dus een beetje het probleem wat ik laatst pas voor het eerst heb gezien, waar alle stress een beetje begon. Er is dus een soort van lekkage. Hij zei dat het niet echt schimmel is, maar het ziet er natuurlijk niet zo goed uit. Die hele muur is aan het verbrokkelen. En ik dacht dat daardoor alleen deze muur niet gestuukt kon worden, deze. Maar natuurlijk ook die muur niet. Dus dit moet ik maandag even met de stucadoors gaan bekijken. Want dit kan nu... Ze zeiden dat zolang het niet nat is, kunnen we het wel stukken. Maar ze hebben nu gelukkig geregeld, omdat ik er echt heel lang achteraan heb gezeten, dat de VVE het gaat oplossen en dat het dan betaald wordt door de bouwers. Dus ik denk dat ik het later pas kan laten stukken, die twee muren. En dat ik dat dan kan verrekenen bij hun. Maar het wordt denk ik nog wel een beetje gedoe. Zie je de wisseling van licht met hoe ik sta. Hier komt hier echt op mijn bed. Langs deze hele wand komt dan een paks kledingkast. En hier tegenover me zit allemaal alleen maar zand. Want hier wordt allemaal gebouwd. Dus hier komen later allemaal huizen. Het is een hele nieuwe wijk. Maar een hele lange kledingkast. Zij hadden juist daar hun kledingkast. En ik zie op Funda dat sommige mensen hier een bed hebben voor hun baby bijvoorbeeld. Maar mijn kast komt dus eigenlijk helemaal, ja, volgens mij precies tot het einde. Of... En dan dacht ik, nou, dit is een mooie plek bijvoorbeeld misschien voor een wasrek of zo. Of wat dan ook. En dan wil ik hier een ladekast zetten. Ja, dit lijkt nu nog een beetje klein, vind ik. Maar ik denk als hier dus een bed en zo staat, dat het groter gaat ogen. Als je snapt wat ik bedoel. En lekker die gietvloer. Ik denk dat ik deze wand een kleurtje ga geven. Het is nu allemaal super geel. Maar dat zien jullie dus niet. Maar het contrast van het plafond is al wit. Met eromheen allemaal bruin van sigaretten. Om die afzuiging. En dan is de muur helemaal geel. Dus ja, dit was mijn huis. Dus doe even een duimpje omhoog voor deze empty home tour. Dat was het wel al. En dan ga ik nu maar eventjes beginnen met het stomen. Ja. Ik ben moe ineens. Het is nu... Denk ik 20 minuten later. Ik heb een filmpje gemaakt voor Insta. Maar ineens stort ik in. Denk eventjes, ineens heb ik mijn huis en zo. Moet ik aan de slag. Maar het is ook een beetje saai om hier in mijn eentje te zijn, merk ik. Ik zit niet echt in de vibe. Dus ik ben even een beetje aan het acclimatiseren of zo. Maar goed, ik heb dus deze alvast meegenomen. Ik dacht, ja, die kan ik pas in mijn keukenkastje zetten. En deze. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik droeg altijd jarenlang zwarte flarebroek, ripstof. Daar heb ik echt in 35 elke dag in gewerkt en toen had ik hem al een paar jaar. Maar die is zo oud, maar ik kan hem niet wegdoen omdat ik gewoon geen andere broek heb. En waarom is het beeld altijd zo van, ik zie er altijd veel leuker uit als ik zo naar voren film. Dus ik moet echt een broek, al jaren zoek ik er een. Maar ik kan het steeds niet vinden. Nu heb ik er gewoon eentje van Oni besteld bij Zalando. Oh, hebben jullie al zin dat ik allemaal weer ga vloggen hier in mijn eigen huis? Ja, hè? Dan zitten jullie er ook echt op te wachten. Ik wil even lekker een kopje thee, even wat eten. Dat heb ik hier niet. Ik kan natuurlijk ook gewoon, ik ben letterlijk binnen 5 minuten weer bij mijn ouders. Maar ik denk dat ik dan niet zo zin heb om terug te komen. Dan moet even in de plus vibe komen. Dat zit ik nu niet. Ik heb ook even muziek nodig of zo. Ik wilde even wat filmen. Leuke eerste indruk meteen. Hier zeg maar de overloop, dus ik zit hier met mijn camera op tegen. Hallo, nieuwe bewoner, even voorgesteld. Maar ik wil dus iets heel leuks aan jullie laten zien. Namelijk deze goodiebooks die ik heb gekregen. En hun doel is dat je gewoon helemaal blij wordt als je dit binnenkrijgt. En je betaalt er heel weinig voor. En de waarde ligt super hoog. En ik ga samen met jullie kijken wat erin zit. En sorry voor de echo nu trouwens, maar... Ik zit nu in de slaapkamer, zoals je kan zien. En voor jullie staat dan in de beschrijving een code waarmee je zelfs nog 50% korting krijgt op die box die al super goedkoop is. Dus mocht je het leuk vinden, check dat eventjes. Ik ben heel benieuwd, ik ga even met jullie kijken. Dit is dus de welkomstbox, een speciale. En de waarde hiervan is €131,90. En hij kost normaal €24,95, dus het is meer dan 100 euro goedkoper. En jullie kunnen hem dan dus kopen voor de helft, met 50% korting. Dus voor €12,48. Dus ja, dit vind ik heel leuk dat ik hier een samenwerking mee heb. Want dit is dus iets wat ik 100% zelf zou hebben gekocht als ik dit had gezien bij iemand. En er zitten dus 6 producten in en ook nog een extra gift. En 6 producten zijn full size en eentje is travel size. Nou, het is sowieso een super mooie doos. Ik werd wel helemaal blij toen ik binnenkwam. Ik ga met jullie kijken.
Oelala. Dit is trouwens een doos die ik 100% bewaar. Ik bewaar dit soort dozen altijd. Dit is echt prachtig om make-upjes of dingetjes in te bewaren. Super stevig. Kaartje. A big welcome to happy self-care. Ook echt hele leuke letters die ik leuke vormgeving kan van. En dan ziet dit er ook helemaal mooi uit. En het ruikt heel lekker, zeg. Ik vind het zo leuk dat het in mijn nieuwe huis zit ook. Het geluid is wat minder prettig. Oeh! Ja, hier word ik helemaal blij van. Kijk nou. Dit is wat ik hier allemaal zie. Wat leuk. Dit is zo leuk. Ik moet zeggen, vroeger toen ik jonger was, toen ik tiener was, bestelde ik altijd bij tijdschriften van dit soort boxen, weet je wel. Maar die waren niet zo goedkoop, maar het was dan ook een bepaalde waarde. En dan was het veel goedkoper, dan kon je alles helemaal lekker gaan uittesten. Dus ik vind het super leuk. Oké, laten we gaan kijken. Eerst even hetgeen wat het meest mij aandacht trekt. Oh, hier ben ik eigenlijk altijd wel benieuwd naar. Dit is de make-up eraser, echt die originele. En die kost normaal 25 euro. En dit is dus iets waarmee je make-up er heel makkelijk af kunt krijgen. Volgens mij met alleen maar water. Dit is dan een travel size. Dit is een heel mooi merk. Volgens mij zie je dit altijd op Schiphol liggen. Marie Stella Maris. Kijk, dit is een body scrub van Marie Stella Maris. Dit vind ik heel vet, want het ziet er super mooi clean uit. Dit is wat ik rook. Ruikt heel luxe. Ik zou dit zeg maar meenemen als ik wat langere tijd op reis ga. Dus niet voor één nachtje, maar voor een weekje weg of zo. Perfect. En de waarde van dit alleen al is dus al, ligt al hoger dan die hele box. Ik snap niet hoe ze dat kunnen doen, maar super leuk. Dit ziet er mega interessant uit. Ik zit hier even te kijken wat het is. Het is een Mud Masky Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Waarde 37 euro, full size. Ik heb dit nog nooit gezien ergens. Ziet er ook weer heel interessant uit. Ik laat het nog even dicht. Moet even opzoeken waar dit precies voor is, maar ik ben hier heel benieuwd naar. Ziet er ook weer zo leuk uit. Oh, een handcreme. Super handig. Ik heb toevallig laatst nog een handcreme gekocht. Omdat je in de klas heel veel je handen wast als juf en een handcreme heel handig is. Dus ik heb eigenlijk in mijn tas een handcreme, in mijn auto een handcreme. Ook gesield. Alles is wel helemaal gesield. Dat is wel heel goed. Deze kost normaal 4,90 euro. En dit is dus die lip oil. Die je er nu gratis ook nog bij krijgt van Comme de. Oh leuk, Comme de. Ik hou van Franse namen. Nourish and Protect. Ziet er super leuk uit. Tada. Lip Love Rose. Deze kost normaal 17 euro. Deze kost normaal 17 euro. Dit is echt een extra cadeau. Maar het ziet er zo. Oh, ik had hem. Het ziet er zo mooi uit dat ik hem eigenlijk aan iemand cadeau wil geven. Maar ik ga hem lekker zelf houden. Deze ga ik nu lekker testen. Oeh. Hele droge lippen nu. Wow. Kijk die gloss. Met dit een soort. Wow. Wauw. Huh? Kijk dit. Mooi. Kijk nou, dit vind ik helemaal fantastisch. Dit ziet er zo fabulous uit. Nog nooit van gehoord ook. Dan de laatste twee dingen. Een kwast van Near Beauty. Niet Near, Nire. Blush en Bronze Brush. Zo, die gloss is lekker. Even kijken hoor. Waarde 14 euro van Nire Beauty. Zagen jullie dat satisfying? Kijk, een rose gold. Super mooi, subtiel. Mooi. Deze ga ik nog even bewaren, want ik heb nog kwasten. Maar ik vind hem heel erg mooi en heel zacht. Wat leuk dit. En als allerlaatste hebben we dan een Bella Pierre Cosmetics. Het lijkt wel alsof het allemaal uit Frankrijk komt. Oeh. Een blush in de kleur Amaretto. Een gekke blush. Zo ziet het eruit. De waarde hiervan is 19 euro. Oh, dat is een hele mooie kleur. Dit vind ik heel leuk, maar dit is echt toevallig ook nog eens een kleur die helemaal mijn kleur is. Ik wil hem nu testen. Dit vind ik echt heel mooi. Ga ik toch die kwast ook testen. Oh, als je mij langer volgt, dan weet je dat ik gek ben op merken die ik niet ken. Dit is een, ik doe iets te veel, maar dit is een hele mooie kleur voor mij. Oké, een beetje te veel. Super gepigmenteerd. Ik kan niet zoveel hoeven gebruiken. Oh, wat leuk! Hier heb je ook gewoon producten die wat minder duur zijn. Ik hoef voor deze samenwerking helemaal niet zoveel te kletsen, maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Voor 12,48 euro. Alleen die blush ben ik al ontzettend blij mee. Dus ja, mocht je het ook leuk vinden. Check even mijn speciale link of code in de beschrijving. En ik ga even die behangstomer uittesten. Ik zit in de auto. Ik krijg getipt dat de kruidvat overreiniger heel goed is. Dus ik
ga die even halen nu bij de Maxis. En ik ga meteen even naar de Action lekker even wat schoonmaakspullen halen. Ik heb ergens ook een doos met schoonmaakspullen. Want ik weet nog dat iemand zei als je gaat verhuizen, zorg dat je een doos hebt met schoonmaakspullen. Dus die heb ik. Maar ja, waar die dan staat, dat weet ik dan weer niet. Dus ja, al heb ik extra, dan zet ik die nieuwe spullen gewoon in de berging die ik laatst heb gekocht. Komt het ook wel op uiteindelijk. Schoonmaakspullen komen toch wel op. Dus ik ga gewoon even lekker inslaan. Kost helemaal niks uiteindelijk. En dan kan ik gewoon even heerlijk schoonmaken. Maar goed, morgen ga ik dus niks doen in mijn huis. Want dan ga ik de gietvloer uitkiezen. Om 12. We moeten om 11 uur weg. Dus ik denk niet dat ik daarvoor wat ga doen. En dan gaan we naar de verjaardag van Melissa. En daarna ga ik ook niks meer doen. En zondag ga ik dan de hele dag wel weer naar het huis aanstomen. Dus lekker als ik dan wat schoonmaakspulletjes heb. Zo, 8 uur bijna. Ik ben helemaal losgegaan. Ik heb echt alles wat ik nodig heb gekocht. Bijna 90 euro, maar alleen maar nuttige dingen. Dat zie je later allemaal wel. Misschien zondag, misschien volgende week. Ik ga lekker naar huis en ik zie jullie morgen. Oh, ja, dag sensor. Nee, toiletsensor. Ja, lekker vloggen. Daar zijn we dan. Oei. Goedemorgen mensen. De jongen zei dat hij ze nooit zo warm aan had staan. Maar papa en ik vonden het wel heel heet. Vond hij op 22 graden. Wow, ik kan echt leuk vloggen in dit huis, hè? Ik vind de echo al best wel meevallen voor een lege huis. Wow, wat doe je dat snel? Huh? Ah, ik weet al niet van mijn land in mijn huis mag opbouwen. Het is wel vervelend, want dan kan je eigenlijk alleen maar lampjes hier ophangen die je zo kan besparen. Ja. Raar, inderdaad. Nou, dat kan je vast wel kopen. Ik heb hier allemaal spullen waar ik even een shoplog van wil doen voor jullie. Maar dat doe ik dan wel later. Dan ga ik nu eerst even aan de slag met dit ding. Maar ik heb heel veel schoonmaakspullen gekocht. Eigenlijk is de verjaardag van Melissa echt een slechte timing voor mijn huis. Maar dat wist ik toen nog niet. Om alles te laten, dat heb ik ook natuurlijk deze deur niet bij dit slaan dat de voordeur open staat. Ze zeiden dus je moet oppassen als je klaar bent, nooit dit aanraken want het is heet. Dit moet ik nu gewoon vullen. Oh, hij wordt inderdaad heel snel warm. Ik vroeg aan hen van wordt het bij jullie ook zo langzaam warm met water? Zeiden ze nee, maar ze hebben gelijk. Goede warmtepomp. Je hoeft niet zo lang te wachten tot het warm wordt als bij jullie. Nee, maar ik moet ook een beetje kleiner. Misschien niet zo groot als een groot huis. Maar het is een pomp voor een gezin, zo niet zeiden ze. Wat is dit nou eigenlijk? Afzuiging. En waar staat hij dan op 0? Ja, alleen maar op 1. Ik denk dat het Ik vraag me af hoe zorg ik dan voor dat de stroom eruit komt. Terwijl ik dacht dat hij warm werd, kan ik nog eens even een shoplog doen. Ik heb dus bij de kruidvat op tip van Instagram mensen, volgers van mij, overgrilspray gekocht. Het schijnt heel heftig te zijn. En ik zag ook textiel en carpet spray. Om je tapijt en bekleding en banken schoon te maken, maar ook heel handig om te hebben. En deze. Als je het op iets spuit, wordt het waterproof. Dus dat is van de kruidvat. Dan heb ik even bij de Action Fast folie, aluminium, bakpapier. En nog deze doekjes, die vind ik gewoon leuk omdat ze er ook mooi uitzien. Dus die ga ik niet voor het klussen gebruiken, maar gewoon voor als ik hier woon. Action en Skirt Mommy. Ik heb in Zuid-Amerika geen zin om alles daar ook mee te gaan nemen. Dus ik koop alles gewoon lekker opnieuw. Ik vind dat Fabuloso daar niet heel lekker. Ruiken, maar deze vond ik wel lekker. Hij is echt heel zoet. Lekker om schoon te maken met een zoet geurtje. Deze eventjes voor in mijn wc. Soda, omdat het altijd handig is om in je keukenkastje te hebben staan. Een soort van apart microfiber doekje. Die ook in de vaatwasser kan. Buinzakken voor alle brand wat er af zal komen. Dit was voor poesie als je hier zo vond. Vaste wasmiddel. Dat zijn echt van die dingen als je dan aan het denkt, ik heb geen wasmiddel. Een voegenborstel, dat is heel handig voor de douche om de voegen schoon te maken. Setje houten bestek, ook handig. Dacht ik, terwijl ik net in mijn doos met bestek heb al heb meegenomen. Pinkstuff wasmiddel. Nog een oogreiniger van de Action, want die werd ook getipt, dus dan heb ik er twee. Pinkstuff allesreiniger. Dit. Was ik al heel lang benieuwd naar. Het is ook best duur, 4,50. Als je dit in je badkamer en zo doet, dan blijft het een maand lang of zo minder vuil aantrekken. Volgens mij zag ik dat een keer op tv bij zo'n uitvindingsprogramma. 96% alcohol, ook wat een handig rol thee. Zeep, die ga ik meteen hier zetten. Glassex,
gewoon echt een merk gedaan. De ramen moeten echt schoon met mijn Blue Wonder. Ik heb echt heel veel gekocht. Kalkreiniger voor de badkamer. Nog een strijkspray, want deze is super handig. Badkamer schoonmaakspul. Ook van Pink Stuff. Blue Wonder doekjes, die zijn altijd heel goed. Heel veel moisture, zeg maar op. Een kitchen cleaner. Ik dacht dat ik hiervan de roze had, maar ik heb de kitchen cleaner gekocht. Oh ja, want ik had hiervan al alles weg. Zo'n kleding, poesiehaar, schoonmaakding. En nog dettel doekjes, want ik maak het liefst gewoon schoon met dit soort doekjes. Iets minder milieuvriendelijk, maar het scheelt weer sopje maken. En een superleuk wissertje. Dus deze is eigenlijk gewoon nu voor het raam even mooi schoon te maken. Maar als hij goed is, kan ik er ook voor in de douche. En dat was het dan. Ik heb van nu mensen nodig. Nee, sterling mensen zeiden ze. Ja, ik zeg dus dat het van nu mensen. Oh, maar. En ik kan ze omsteken. Oh. Nou, zei hij. Ik zou de politie doen, eerst een filmpje kijken. Nee, ik heb ook gewoon de uitleg gekregen van die vrouw. Ja. En dat is Mie en Daddy zijn bijna in Wageningen. Huh, nog 7 minuten. Net was het nog 3. Oh nee, 7. Huh? Oh. In de car. Papa is met mij mee. En ik ga dus naar Suelo. En het leuke is, dit is een man die zijn eigen gietvloerbedrijf gestart. Al best wel lang geleden. Maar ik ken hem dus doordat hij werkte bij het bedrijf die onze gietvloer in Zoetermeer heeft gedaan. En we vonden hem toen echt geweldig. Hij was heel erg goed. Maar hij werd uiteindelijk op een andere klus gezet. En dat vonden we toen zo jammer. Want hij was gewoon super goed, super professioneel. Wist precies wat hij deed en waar hij het over had. En nu heeft hij dus zijn eigen bedrijf. En ik krijg dus een kleine korting. En dan film ik dit op YouTube. Maar ik betaal er ook gewoon voor. En nu gaan we dus naar zijn showroom in Wageningen van Suelo. En dan ga ik de kleur uitkiezen. En ze beginnen dus 8 maart al met egaliseren. Vet chill ook, want eerst zou het veel later zijn. En toen belde ik 1,5 week geleden of het eerder kon. En toen konden ze gewoon plek vrijmaken. Dus dat is ook heel erg fijn. En ja, ik wil weer gewoon een mooie beige vloer. Maar dan iets minder grijs. Dus ik denk een iets warmere tint. Ik ben blij dat papa ook mee is, want dat vind ik altijd fijn. Ik kan even een beetje met z'n tweeën kijken. Over 500 meter. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Ja. Mooi bedrijf. Ja, we doen onze best. Toch? Ja. Ja. Wil je eigenlijk op beeld ook? Ja, ziet er maar goed uit hoor. Ja, kijk wel. Maar. Toch? Jawel. Kun je nog knippen en plakken of niet? Ik heb een goede camera meegenomen. Ja, nou super. Nee, we willen eigenlijk gewoon... Dit vind ik wel heel lekker, ja. Ja, ik zal hem gewoon pakken. Lekker luxe. Daar is het voor, toch? Heerlijk. Nee, we willen de klant eigenlijk van A tot Z ontzien. Dus vanaf vloerverwarming, bij wijze van spreken. Oh ja. Ja. Tot aan gietvloer, tot aan PVC. Ja. Ja. Dat is goed. Ja, heel mooi. Nou, Gerard gaat ons nu alles vertellen. Ja. Gaat wel gaat goed. Ja, ja, nog echt niet klaar. Mooi hoor. Dus, die komt dus in de unikleur. Dus elke bedenkbare kleur wat je maar kan bedenken. Ja, wij hebben echt is, dit. Ja, ja. Ja. Nou, elke kleur is wat je maar kan bedenken is leverbaar. Hier de betonlook. Dat is volgens mij waar jij je oma toen hebt gehad, geloof ik, volgens mij. Nou, het werkt uiteindelijk meer effen. Dus je ziet hem hier is hij druk. En hier is hij wat rustiger allemaal. Dus je ziet er zelf inspraak in. Dus op het moment dat we zeggen van, we gaan nu de kleur aanbrengen. Kom er bij staan, je mag zelf bepalen hoe je hem wil hebben. Wil je hem druk of wil je hem rustig? Ja. Dat kan. Maar als jij hem zo ver door gaat slaan, dan krijg je uiteindelijk zoiets. Wat niet de bedoeling is. Dus je hebt gewoon een wat kleiner huis. Ja. Dus een heel klein appartement. Dus in de moet je daar niet te druk. Ja, maar ik vind dit dus niet druk. Dit soort zeegevoel. Ja, ja, maar dan komt ook de andere kleuren samenstelling. Ja. Klopt. Want dit is ook op basis van een PU. Hier zit een zandkorrel in, want dat zie je van dichtbij. Als je daar gaat kijken, dan zie je hetzelfde. Mm. Deze kleuren daar namelijk ook. Ik dacht bij zandkorrel toen ik het hoorde van dat vind ik lelijk, maar ik vind het dus eigenlijk het mooiste. Ja, maar dat is ook, ja, het geeft een hele andere uitstraling ook. En je vloer wordt sterker, want er zit zand in verwerkt. Maar is het door die zandkorrel dat het zo? Nee, is het door het gieten? Nee, twee kleuren ook. Maar papa, voel maar, dit is minder lekker aan je voeten. Dit is niet dat gietvloer effect. Nee, ja. Kijk, dit wil je. Nee, maar voel dit dan. Een beetje bedoelachtig. Ja, correct. Kijk, hij is wel afgesloten, hè? Dat is echt... Hij is wel gewoon gesield op de plek. Dus laat je er wijn of water opvallen, al, het trekt er niet in. Het is wel afgesloten. Maar het is wel echt een robuuste kleur. Ja, ook ouder. Ja, maar absoluut. Voor... Ja, tof hieraan vind ik, het oogt een beetje ook alsof het harder is. Maar hij is ook wel wat harder. Ja. Hij is wel op basis van PU, maar door de toegevoegde zandkorrel wordt hij wat harder. Je voelt een beetje structuur. Ja. Ik heb hier... Ik vind het mooi, hoor. Heel tof.
Kijk, dit is hem. Ik ga deze even wegleggen. Ik vind het deze dan. Ja, ik hou niet van grijs. Ja. Cool. Ik hoefde niet nu al mijn kleur te kiezen, maar ik heb het wel gedaan. Het is Latte Macchiato. En ik zag dus op internet dat ze nu grain hebben. En dat is met een zandkorrel erin. Ik dacht dat ik het niet mooi zou vinden. Maar mijn oog viel hier echt meteen op. Ik vind het zo mooi. Kijk dan. Het is dus als je heel erg van dichtbij kijkt, zie je die zandkorrel. Maar ik vind het gemaleerde effect gewoon veel mooier. Als een soort van zee. Heel mooi. En hij heet dus Latte Macchiato. Dus dat vind ik ook leuk. Je hebt dus dit. Maar dit is echt hard. Ja, hier zit ook een zandkorreltje in, maar het voelt alsnog lekker zacht. Ik twijfel tussen die en die, maar ik vind dit toch veiliger. Ook in een kleiner huis, lekker licht. Maar dit vind ik ook heel mooi. En je ziet, het is geen grijs tint, dus dit is top. Dit is goed. Toppie! Leuk! Daar ben ik weer, jongen. Ik ben even wat behang gestoomd, maar de verjaardag van Melissa is al begonnen. Dus ik moet zo gaan, maar ik zit daar nu anders toch heel onrustig. Er zit allemaal eten onder die keuken. Ik weet niet hoe ik dat wegkrijg. Ik ben even die bestekla aan schoonmaken. Dinges en tapijtreiniger. Ik heb dus alleen nog geen bestekla, want ik wist niet wat de maat was. Hoewel, dit is gewoon 60 centimeter, denk ik. Raar spul. Is dat handig om dit nu in deze la te kleuren? Ja joh, waarom niet? Hoppa. Ja, dan ligt het er toch vast. Beter. Ik vind het wel prima. Zo, doei. Waar kan ik dan dit soort dingen dan leggen? In die onderste, maar daar moet ook overschalen. Maar dan kan dit ook wel. Had dit ook wel eens meegenomen? Ja, dit zijn hele dure schaaltjes, maar die waren echt 60% korting bij Weekamp. Maar ik vond ze wel heel cute. Ik zit helemaal in zo'n doos. Ik dacht, doe ik dat ook, haal ik er vast uit. En dan kan ik die doos ook meteen weggooien. Hoe meer ik nu alvast van die dozen weg doen, hoe minder zooi het straks is natuurlijk. En een roze. Kijk, die kan ik gewoon even vast in mijn keukenkastje zetten. Die zijn echt super zwaar. Deze. Dit ga ik later allemaal indelen, maar dan zet ik dit gewoon even hier. Want dan staat het toch niet in de weg en dan is het wel vast weg. Dan is het wel vast in huis, weet je wel. Het scheelt gewoon weer. Elke keer wil ik gewoon iets meenemen. En dit kastje ontzettend open, ga ik dit weer opleggen. Ik heb dit dus in plaats van een mesblok. Super handig. Scheelt ruimte. Ja, kabels. Zo. Dit zijn gewoon leuke dingen om te doen. Ik vind het ook leuk om nu gewoon vast iets van dit soort dingetjes te doen. Moet ik hem wel in één keer goed opplakken. Oh, het ruikt hier echt naar hond. Kijk, een hondenhaar weer. Overal hondenharen. Ik heb ook nog niet stopgezogen natuurlijk. Zo, dit voelt goedkoop. Zo. Ik hoop echt dat het blijft knakken. Het voelt scheef, maar het is volgens mij recht. Maar hier is het recht en hier voelt het scheef. Ik denk dat ik het beste messen er nog niet in kan doen. Eerst even kan wachten tot hij goed gehecht is. Maar ik wil wel de messen er al in doen. Kijk nou, lekker zonnetje. Veel beter, ik heb het behang hier eraf. Meteen veel witter, veel beter. Oké, okay, ik ga, want anders ben ik veel te laat. Daddy! Hi! Daddy! Daddy! Doggie! Ik ben helemaal vergeten om te laten zien wat ik nou voor Melissa had, maar dus dit schort. Ze heeft het al gekregen, maar ik film het nog even. Voor haar verjaardag. Dit dingetje kon niet ontbreken, want die is heel chill. En deze. En wasabi chippies. Ja, gewoon allemaal een beetje random. En van dit soort gezichtsdoekjes. En dan is het hoofdcadeautje, zeg maar dit. En ook in een heel schattig hondentasje. Hier staat Teddy niet op, maar het is wel cute. Ik heb dus geen avondeten eigenlijk. Maar alle gasten zijn weg op een feestje. Alleen ik ben er nog en ik krijg lekkere tomaatpompoensoep. Oh, chill. Ik heb 2 minuten geheugen. Nou, fijn. Oh, hi, Teddy-o. Zo, daar ben ik weer. Dat was heel gezellig. Ik heb nu even mijn normale vlogcamera, dus het beeld is iets minder. Maar eigenlijk is het niet normaal dat ik steeds met mijn andere camera heb gefilmd. Die is zo groot, maar ja, dat beeld is zo mooi. Volgens mij hebben heel veel van jullie niet echt het per se door. Dit is ook gewoon goed beeld. Ik heb een waterkoker besteld, die is bezorgd bij de buren, maar
hun licht pas aan, maar ze doen niet open. Jammer. Ik heb hier dus trouwens het staaltje van de vloer die ik heb gekozen. En ik had ook nog gevraagd om een tint donkerder. Dat ik nog even met het licht kan kijken hoe het hier uitziet. Ik ben nu moe. Ik had echt zin om bij hun lekker te blijven. Het is 7:30, maar ik wil wel even wat doen. En al doe ik niet echt veel. Qua stoma vind ik het alsnog lekker om steeds even een doosje in te zetten. Zoals dit lag in mijn auto. Deze handdoek bij de Primark gekocht van de vorige week. Ja, dat heb ik nu niet nodig. Maar het ligt dan in mijn auto. En ik denk, ja, dan kan ik het wel beter meteen hier naartoe meenemen. Past heus nog wel. Laat maar dat ik het licht ga verplaatsen. Dus die leg ik even in de badkamer. En ik heb weer 2 doosjes. Ik heb van Oliver Melissa een bouwlamp te nemen gekregen. Vet chillen, kijk hoe klein. Maar ik wist helemaal niet dat papa zoveel lampen voor me had opgehangen. Er is echt vet goed licht, dus ik heb dit helemaal niet nodig. Maar wel lief dat ik het mocht lenen. En Takis lag in mijn auto. Nou, ook handig voor om iets van een snackje te hebben. Voor als mensen ook helpen met klussen. Ja, wasabi mayo. Dat heb ik ook nu totaal niet nodig. Maar het lag in mijn auto. Ik vind het echt zonde om alles dubbel te gaan verplaatsen de hele tijd. En dit heb ik nu ook niet nodig, maar dit zijn van die dingen die niet heel handig zijn om te verhuizen met een mega verhuizing. Want het is allemaal super kwetsbaar. Die mooie glazen van TK Maxx. Dus ik dacht, die neem ik ook gewoon vast mee. Ik denk dat ik ze voor nu nog wel even in de doos laat. Omdat ik ze nu gewoon... Uiteindelijk komen ze in zo'n mooie servieskast. En ik wil niet het risico lopen dat ze nu alsnog kapot gaan. Of weet ik veel. Aangezien er toch nog gestuukt gaat worden. 2 van die mooie, weten jullie nog, die ik heb gekocht. Zet ik ook hier vast neer, ook al is dit niet een eindbestemming. Kijk, dit is letterlijk alles wat in zo'n grote doos zat. Dus ja, terwijl mijn stomertje opwarmt, ging ik even kijken of die nu wel er was. Mijn waterkoker, ja, ik heb gisteravond een veel te dure waterkoker gekocht, maar ik wil een mooie. Dus de buurman had het open gedaan. De vader van, blijkbaar woont hier dus bij mij 2 of 3 huizen hier vandaan. Een man met een zoontje, super schattig. Dus die vader was aan het oppassen. En ik heb dus mijn eerste aankoop die meteen bij de buren is afgeleverd. Een hele mooie waterkoker, denk ik. Hij is een beetje duur, maar ik wilde gewoon een mooie, want ik vind het anders zo lelijk. En je kan ook je temperatuur regelen. Nou, wat een shoplos, jongens. Hij is bijna klaar, denk ik, mijn stomertje. Ik kan die doos straks ook meteen weer lekker weggooien. Ik neem aan dat hij goed is. Hij had goede reviews. Hij is lekker groot, maar niet lelijk. Oh ja, kijk, hij is echt mooi goud. Zie je, echt champagne. Want ik heb een hekel aan goud. Oh, dit is wel heel mooi hoor. Het gaat wel mooi staan in de keuken. Ik dacht, hoe gaat het wel staan, omdat het helemaal zilver is allemaal. Maar dit kan zeker. Mooi hè? Leuk. Kijken. Ja. Boekjes. Bewaren. Kijk, nooit heen, maar wel bewaren. Kijk, ik dacht ik kan wel een kleintje nemen, maar dat is ook niet handig. Ik bedoel, als je pasta gaat koken of zo. Ik ga niet voor een koeker, dat twijfelde ik eerst over, maar toch niet. Dus ik dacht ik bestel hem nu gewoon, want dan kan ik ook lekker terwijl we hier zijn thee zetten. Hij is niet van plastic op dit stukje na. Het is dus wel echt een relatief dure, want voor dit geld heb je ook een kleine smeg. Maar goed, ik kan helemaal je temperatuur meten en zo. Helemaal top. Mooi toch? Vloekt ook niet bij het zilver, hè? Je ziet wel dat deze camera schommeliger filmt. Ja, ik vind het een goede aankoop. Mooi dingetje. Is wat ik al laat zien, maar vind ik ook fantastisch van Hema. Ik wil nooit meer een andere afwasborstel. Hier word je toch gewoon instantly blij van. Hierbij is het eigenlijk zonde om dit soort doekjes te gebruiken. Maar ja. Moet ik een sopje maken. Heb ik ook geen zin in. Kijk hoe goor, jongens. Dit heb ik net schoongeveegd. Oh my god. Dit is nog steeds niet schoon hoor, trouwens. Oh. Lekker thee maken. Wandelt hij tot aan de grijze schemering. Ik heb trouwens heel veel gehangen dat ik er olijfolie op ga doen. Vet dure olie.
iets anders. Oeh, lekker. De nevel. Oh. Hallo jongens, nieuwe dag, daar ben ik weer. Gisteren was mijn camera leeg. Ik vlog trouwens echt veel. Gewoon elke belangrijke stap deel ik met jullie. Dat ik soms denk, moet ik niet gewoon niet alles filmen en ook mezelf een beetje rust gunnen. Maar ik vind het gewoon heel leuk om alles te delen. Maar ik pak wel echt voor alles mijn camera. Dus duimpje omhoog, laat even een leuke reactie achter als support. Gisteren heb ik heel gezellig, wou ik de ramen gaan lappen aan de buitenkant. Deed ik mijn ramen open, zag ik hier de buren. Drie mannen, 28, 30 jaar en een meid. Ben ik even naar je toe gegaan, even op een balkonnetje gezeten. Echt gekletst, was echt super leuk. Want ik was natuurlijk de hele tijd hier alleen, dus dat was best wel gezellig. En toen naar huis gegaan, helemaal kapot. Heel moe vandaag, heel hard gehuild vanochtend. Sorry voor de herrie, maar ik heb even de ramen weer open. Het is wel lekker weer op zich vandaag. En ik moet zo wel echt gaan stomen hoor. Mijn ouders komen zo helpen. Zo, wat een herrie met die ramen. Ik zit gewoon aan het treinen aan de weg. Maar als de ramen dicht zijn, is het echt top. Ik doe zo even dicht. Het zijn dus gelukkig, jeetje, ben ik moe. Hele goede ramen. Want het had ik bij de bezichtiging al meteen door. Hoor je? Niks meer. Bizar. Ik kan op zich wel tegen die herrie. Ik vind het niet zo erg als ik kwijt zit. Maar vanochtend zag ik, Olivier was naar het concert van James Blunt geweest. Les Mine en Lissa. En toen had hij zo'n filmpje dat James Blunt Goodbye My Lover zong. En die tekst die raakte me zo diep dat ik echt op de badkamervloer echt een kwartier, 20 minuten zo hard heb gehuild. Over mijn break-up. Maar ik heb heel weinig gehuild tot nu toe. Behalve die kleine momentjes als ik daar weg ging en zo. Het raakte me zo diep. Maar toen dacht ik, goed zo, laat het maar even toe. Maar ik heb echt niet normaal, alles was nat van de tranen. Dus ja, dat voel je nu nog wel. Dus ik ben nu gewoon een beetje verrot. Maar goed, ik ga zo denk ik even een on-the-go opnemen. Ik dacht, als babbel al klaar is, kan ik dat weer doen. Dus ik heb iets gekocht om te eten als ontbijt. En dat ga ik dan filmen. Maar ik moet daar wel echt aan de slag. En ik wil natuurlijk steeds als ik een doosje inruim, even meteen aan jullie laten zien. Ik denk dat jullie dat heel leuk vinden. Dus dat bedoel ik met alles filmen. Echt alles wat ik nu uitpak, deel ik met jullie. Maar goed, volgens mij vinden jullie dat heel leuk. Ik had volgens mij deze wel een keer laten zien. Nog meer doekjes. Ik heb wel heel veel inmiddels hoor. Dit is nu niet per se relevant. Even kijken waar ik dat ga leggen. Dit schattige theepotje. Superleuk. Ik probeer vooral steeds in de garage met mijn ouders te kijken naar dozen waar spullen in zitten voor de keuken. Want het ruimt toch lekker op. Die garage wordt toch steeds leger. En het scheelt zo erg om nu elke keer wat mee te nemen. Dus ik neem steeds twee dozen mee, want dat is wat ik kan tillen. En ik heb dan, kijk hoe cute. Mooi hè, die ramen. Er komen ook hele mooie gordijnen. Dan zie je ze niet meer. Maar ik heb nu nog vier dozen in mijn auto. Dat dacht, kan ik straks als pauze eventjes de dozen halen. Zolang het in mijn keukenkastjes past, staat het niet in de weg. En de meubels die bezorgd worden, die ga ik toch niet in mijn keukenkastjes zetten natuurlijk. Dus die ruimte heb ik niet nodig. Maar deze is wel heel schattig. Deze had ik ook al laten zien. Dat is ook wel handig nu. Van de HEMA ook. Ik heb wel heel veel microvezeldoekjes gekocht, zie ik. Dat is een beetje overdreven, maar goed. Ik ga lekker allemaal in mijn keukenkastje. Waar nog net plek is. Ik had nog een mooie vijzel. Volgens mij heb ik twee vijzels. Omdat ik ze zo mooi vond. Ook van de TK Maxx. Ja, al die stickers ga ik er nu niet goed afhalen, want dat kost te veel tijd. Deze gaat ook ergens in een kastje. Dit ding was eigenlijk van de IKEA, dus voor mijn koelkast. Maar die is zo klein dat het er niet in past. Dus die zat even hier. Dit ziet er nu zo uit. En dit ziet er nu zo uit. En dit is dus niet de eindbestemming waar het komt. Kijk, vet leuk van de HEMA nog een pot. En ik heb nog meer spullen, maar die liggen dus in mijn auto. Die ga ik niet nu halen. En zo, dus ja, prima toch? Dan is dit allemaal vast lekker ingeruimd. En dan ga ik nu mijn grote vriend weer aanzetten. Het is gewoon geen verwarming nodig hier. Lekker zonnetje. Vloerverwarming is er nu zo. Wel luxe hoor. Het duurt zo lang voordat dit ding warm is. De kabel is nog niet eens warm. Wow, wow, hoe heet het normaal? Dit ding spoort niet hoor. Waarom doet hij dit de hele tijd? Mijn hele huis is nat. Ja, dit kan echt niet de bedoeling zijn hoor. Wat is
Dames en heren, ik ga de vlog afsluiten. Het is al 10:30. Morgen om 8:00 zijn de stukken door in mijn woning. Dus heel fijn tot nu toe, gaat alles goed. Behalve dat de vloer er voor geen meter uitgaat. En ik niet weet wat ik moet doen, want ik ga geen 1000 euro betalen om mijn vloer eruit te halen. Ik heb lekker, papa heeft de zomerapparaat teruggebracht. En mama en ik hebben het huis nog even opgeruimd, vloer schoongemaakt. Toen heb ik lekker feta pasta gemaakt. Oliver en Melissa waren hier nog, ik ben in bad geweest. Ik heb de campagne voor Goodie Books bewerkt en opgestuurd ter controle. Nu ga ik echt naar bed, want het is al best wel laat. We moeten voor 8:00 echt opstaan. Dus ik hoop dat jullie deze vlog super leuk vonden. Laat alsjeblieft een reactie achter. En als je niet weet dat je moet reageren, reageer dan even met de emoji van een verhuisdoos of zo. Of comment gewoon verhuisdoos. Als je dit ziet en niet weet wat je moet zeggen. En heel veel kusjes. Vergeet ook niet een like te geven. En te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En me op Insta te volgen. Ik heb net weer 10 foto's geplaatst. Ik ben super goed bezig. Oké, en tot volgende week. En maandag komt de laatste borrel met Charlotte. Oké, bye bye.